Geert, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die kranten die schrijven maar, joh. AX nadert het laatste punt van het jaar. Jij deed er nog een schepje bovenop. Je gaf een persbericht uit. AX kan ook naar de 300. Nou, dat vond ik nogal wat. Ja, dat is ook nogal wat. Maar zit er een beermarkt en is dat spook nou realiteit? Ja. Nou, die 300 is een shocktherapie. Kijk, ik hoor over het algemeen van heel veel partijen dat het herstelt zich allemaal weer een eindejaarsrally en dat zal allemaal best, hoor. Maar op dit moment moet je de vinger aan de pols houden. En ik denk dat we zeker zeg maar onder die 500 gaan en de 400 weer te zien krijgen. Is dat erg? Nee, dat is helemaal niet erg. Maar je moet op dit moment wel heel erg goed opletten wat voor aandelen je in portefeuille wil hebben en waarom. Selman heeft er zo net al iets over verteld. En wij hebben bijvoorbeeld, als je op onze site kijkt en je kijkt naar een lijst aandelen, dan kun je in één keer de hele beurs zien met kopen en verkopen en houden. Wij hebben op de AIX maar 4 koopadviezen staan. Maar 4. Dat betekent dat we heel weinig adviezen hebben. De rest is houden of verkopen. Wat betekent bijvoorbeeld adviezen? Als je zegt kopen, dan zeg je van het doet het beter als de markt. He, dus als de markt daalt, dan zou die in feite kunnen stijgen of het in ieder geval beter doen. Houden is gelijk dan de markt en verkopen is slechter dan de markt. En dan heb je nog variaties als aanbevolen, terugbrengen, accumuleren, et cetera. En mensen, ik heb wat gevoel, ze worden een soort verliefd op een aandeel en daar blijft het daarbij. Ik heb de lijst, die had je net in je handen, heb ik op jouw site gezet. Waarbij ze kunnen zien hoe de dalingen van alle AIX-fondsen geweest zijn. Je gaat echt schrikken. Sommige fondsen zijn 50-60% gedaald. Ik heb dat zo in neerwaarts. Heb ik alle aandelen erop gezet. Mensen moeten heel selectief zijn. En je zegt, is er een beermarkt op dit moment op komst? Er zijn heel veel negatieve signalen. Wat we bijvoorbeeld nog nooit gezien hebben in historisch verband, is dat alle assets dalen. Dus aandelen, obligaties, grondstoffen en crypto's. Laten we die er maar bij op gooien. Ze zijn allemaal gedaald. Wat ook nog nooit gebeurd is historisch, is dat tijdens de verkiezingen, waarbij een zittende president in Amerika wint, dan gaan die beurzen normaal omhoog. Nu zijn ze 3,5% gedaald voor de Dow en 3% voor de Nasdaq. Je zag ook de rentes in Amerika weer oplopen. Op dit moment boven de 3,1%. In Italië op dit moment ruim 3,4%. En in Griekenland zelfs 4,5%. Dat zijn allemaal van die dingen waarbij je zegt, ja, er is wel wat aan de hand. Die handelsoorlog, we zien dan toch dat het door gaat werken op de cijfers. Met name in Europa zijn die cijfers gewoon wat slechter. Er is één dingetje wat voor muziek zou kunnen zorgen. Dat is de G20-top de komende week. Als daar zeg maar een beetje een verzoeningsdans gemaakt wordt door Trump en China, dan kun je weer omhoog, maar dan nog moet je zeggen van ik ga roteren. Die 4 kopen van de AIX, welke zijn dat? De 4 kopen, dat is ING, dat is ABN, dat is Vopak en dat is Unibail Rodamco. Maar weet je, mensen, ik heb daar ook een rapport over geschreven en dat staat in het volgende nummer. Heel veel mensen herkennen niet, zeg maar, die kopen aandeeltjes, hebben daar een bepaald gevoel bij. Maar in feite moet je kijken in wat voor cyclus zit je. Hè? Moet je in vroeg cyclus of laat cyclus? Maar waar zit je in de economie? En als je dan bijvoorbeeld zegt, nou, ik begin gewoon ergens, je zit in een expansieve fase van de economie. Dan krijg je vervolgens oververhitting. Dan krijg je vervolgens neergang. Dan krijg je vervolgens recessie. En dan krijg je vervolgens het herstel. Nou, in de eerste fase moet je in industriële goederen zitten. Moet je in apparatuur zitten. In luxe goederen, in auto's, et cetera. Die aandelen die nu afgeslacht worden. In de neergang, CQ-recessie, moet je in voedingsaandelen zitten. In drankaandelen. En in healthy, in medicijnen, gezondheid. Moet je daar zitten. Dan moet je dus afvragen, waar zit ik nu op dit moment in die cyclies? En dat hoor ik eigenlijk nooit iemand zeggen. Nou, we zitten nu in de cyclies dat die in ieder geval oververhit is geweest en dat we volgens mij in de neergang zitten. En als je dan in de neergang zit, dan moet je gaan roteren in de aandelen. Dan moet je die aandelen nemen die zeg maar passen op dat moment van die economie. En dat gebeurt te weinig. Je gaf van de week even een gesprekje even. Je zegt Fugro, hè? Die staat het echt all-time low. Short sellers zijn daarin actief. Hoe gaan we dat zien? Eigenlijk de grote teleurstelling. Want eigenlijk hebben we het al jaren op kopen staan. Of ruim een jaar. En dat geldt eigenlijk voor bijna iedereen. Die short sellers, dat zijn 30% die hebben aandelen verkocht die ze niet hebben. Dat is een zeer riskant spelletje. Maar die zijn ervan overtuigd dat er een emissie komt. Omdat Fugro, omdat het op dit moment heel goed gaat binnen het bedrijf, werkkapitaal nodig heeft.
Nou hebben we ruim anderhalf week geleden een dag van de beleggers gehad, waarin de nieuwe CEO, Mark Heijnen, gezegd heeft, luister, ik heb een plan geschreven, Path to Profitable Grow, en daar ga ik naartoe werken. En je ziet ook, de man heeft totaal niet over werkkapitaal gehad, dus die is dat helemaal niet van plan. En je ziet ook dat hij zegt van, het gaat het goed met de onderneming. Ze kunnen een paar dingen doen. Ze zijn dominant in hun sector. Ze kunnen pricing power maken. En dan zegt hij, ik ga richting 2021, 2023, ga ik terug naar, of ga ik 2,5 miljard omzet proberen te genereren. Daar richt ik me op. En dat lijkt ambitieus als je nu onder de 1,5 miljard euro zit. Maar het is eigenlijk niet meer dan het niveau van 2014. Want daar hadden ze ook al 2,5 miljard euro omzet. Toen stond die koers overigens 48 euro. Dus je mag het nooit de omstandigheden met elkaar vergelijken. Maar dan, als hij dat waar gaat maken de komende jaren, dan krijg je een verdubbeling in koers met gemak. Beleggers moeten daarin toch een klein beetje het verstand op nul draaien. Zeggen, ik heb een goed bedrijf. De olie is gestegen. Ze zijn dominant. Het is een belangrijke marktpartij. Er komt vraag naar het ontginnen van nieuwe olievelden, et cetera. En ja, ik ben vol vertrouwen over dat aandeel. Maar nogmaals, het is gebleken, het gaat niet van vandaag naar morgen. En dat is ook beleggen. Geertje, in jouw blad, hè, er stond een hele filosofie over PostNL. Edwin had het er ook vorige keer al over. En staan nu 2,35. Kans eigenlijk voor de komende tijd. Maar hoe dan? Nou, wat wij gedaan hebben, kijk, Edwin heeft het aandeel heel goed gemotiveerd en ik ben het daar ook allemaal wel mee eens. Maar kijk, ik heb niet direct koersstijging nodig om aan rendement te komen. En daar heb ik een strategie op geschreven dat als je dan zeg maar toch in dat aandeel wil en je doet dat uitgekiend, dan kun je door middel van opties schrijven, kun je gewoon 25-30% genereren en je kan ook nog, als je geluk hebt, je dividend ontvangen. En dan hoef je niks voor te doen, dan hoef je alleen maar achterover te leunen en afwachten wat er gebeuren gaat. Nou, de laatste jaren, en dat zei zelf en ook oude vermogensbeheerder, daar hoor je niemand meer over opties. Je ziet die omzet er ook. Die expertise is er amper meer. En dat is jammer. En ik heb al deze verhalen die ik vertel, heb ik deze keer gewoon allemaal op de website gezet voor jou. Kunnen de mensen downloaden? Kunnen ze nalezen wat ik zeg? De rapporten. En wij zeggen, joh, ga nou terug naar die tekentafel en doe inderdaad het schrijven van opties. Bomen groeien niet tot aan de hemel, dat weten we nu. Dus durven ze een verplichting aan door jouw aandelen voor een betere prijs te verkopen. Daar krijg je geld voor. Dat is je potentiële winst. En dempt bij daar. Je had het ook over Pure Circle. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar nee. Die zoetstoffen doen ze. En ik las van de week Coca-Cola, die wil van de suiker af. Is dat... Dat is dit verhaal. Het was gisteren natuurlijk en vandaag ook in alle kranten heel erg het nieuws dat de Nederlandse overheid heeft allemaal concessies gedaan met bedrijven. De sigaretten moeten in eenzelfde soort verpakking terechtkomen. En ze willen stimuleren door minder suiker in producten te krijgen. Dat gaat nu nog op vrijwillige basis. In Engeland is dat al heel anders. Daar wordt gewoon belasting geheven op extra suiker. En ik denk, ze luisteren natuurlijk het bedrijfsleven er een beetje in. Die zetten nu stapje 1 en 2. En het volgende stapje is dat ze zeggen, niet belasting op suiker aan zich, maar wel als jij heel veel suiker toevoegt aan je producten, dat je daar dan extra belasting over moet betalen. Pure Circle is een bedrijf in Londen genoteerd. Die haalt een hele intensieve zoetstof uit de Vestia plant met 0 calorieën. En die, bijvoorbeeld, dat is al toegepast in Coca-Cola Vestia No Sugar in Nieuw-Zeeland, is een hit. Dit bedrijf, toen daarmee begon, zeg maar in 2012, toen steeg dat in 2014 naar £600. En dan zie je dan die hype die je altijd hebt. Nu is dat wat meer gemeengoed geworden. De omzet stijgen. Het is een beetje vallen en opstaan. Maar niet iedereen wil nog aan die producten. En nu is die koers gedaald naar £300. En nu zeggen wij, joh, kijk nu eens even naar dat bedrijf. Want er is een Mintel Global Research partij. Die heeft gezegd, dit wordt een van de belangrijkste ingrediënten op het gebied van suikervervangers voor de dranken- en voedingsindustrie. En een heel leuk aandeel om in de gaten te houden. Volgens mij hoef je niet heel hard te rennen. Als je kijkt naar de koers-winstverhouding, 2019 is dat 43 en in 2020 is dat 36. Maar er zitten natuurlijk enorme hefbomen in. Op het moment dat al die bedrijven, voedingsbedrijven en drankbedrijven gedwongen worden die stoffen te gebruiken. Heel leuk aandeel, gewoon lekker op de loer liggen. Je slag slaan op het moment dat de kans daar is. En download het op een site. Er stond een heel stuk over de Rabo-certificaten. Die gaat pas over 506 dagen geld verdienen. De koers van de certificaten is terug bij af, nadat ze eind januari 128% werden verhandeld. Ja.
Jij was er ook kritisch over, hè? Ja, zij zijn kritisch en terecht. Kijk, iedereen die kent natuurlijk de Rabobank van de Boerenleenbank. Ik ook. Er stond vroeger de Boerenleenbank en ik kreeg mijn eerste spaarpotje ervan. Toen kreeg ik de Zilvervloot, dan mocht ik daarop sparen. Nou ja, die was al op voordat ik er echt aan toe was. Maar goed, ik bedoel, dus je hebt een heel goed gevoel bij de Rabobank aan zich. En dat geldt voor mij idem dito. Maar inmiddels is die bank natuurlijk een bank net als alle andere banken. Hè? En ik zou bijna zeggen, ook een wolf in schaapklederen. Zij hebben die certificaat uitgegeven, zeg maar een beetje boven Parijs. Ze geven 6,5% rente. Dat lijkt op een soort obligatie. En de FD, daar moet ik ze echt in complimenteren. Zet ze ook niet onder obligaties, die zet ze onder aandelen, want dan horen ze thuis. Deze obligatie is namelijk totaal niet veilig. Ze zeggen dan, ja, we mogen vervroegd aflossen als we dat willen. Gaan ze nooit doen. Het is het diepste eigen vermogen van de bank. Als er iets met de bank gebeurt, ben je je centen gewoon kwijt. Als je dan 3-5% van je portefeuille insteekt, heb ik er absoluut geen problemen mee. Want ik verwacht niet dat er iets gebeurt zal op korte termijn. Maar het kan wel. Als mensen mijn nieuwe boek gelezen, gaan ze nog schrikken. Maar zeg maar, je moet dat percentage. Maar ik weet dat sommige boeren hebben alles erin gestoken. Hoe dom kun je zijn? Dat is echt heel, heel risicovol. Als je bijvoorbeeld kijkt, dat heeft de FD ook uitgerekend. Zeg maar, de rente die ze vergoeden is 20% van je winst. Als je een aandeel als ABN AMRO Bank koopt op ING, krijg je als aandeelhouder 50% van de winst. Maar als je dan toch dat risico neemt, dan zou ik maar eens gaan spreiden over aandelen in plaats van deze zogenaamde schijnobligatie. Hij is zeer risicovol. Okay. Geert, tot slot, je hebt je symposium in de Rai. 7 december. Hoeveel mensen kunnen erin? Er kunnen bijna 2000 mensen in. En ik heb nog 100 plekken vrij. Dus als mensen lid worden van Beursgenoten, wil ik ze er graag in hebben. Dus je moet wel lid worden eigenlijk. Je moet wel lid worden, maar ja, je kan, we hebben de aanbieding op de site staan. Je kan eigenlijk voor een paar honderd euro al lid worden. Kun je ook proeven aan Beursgenoten. Nou ja, we hebben ook een aantal gastsprekers. Ronald Koopman van RTLZ. Die gaat praten over het Zwitserse wonder. Nou, hier in het programma komt altijd First. Die heeft vooral padels in Zwitserland te koop. Mooi vastgoed. Die gaat daar spreken daarover. En daar ben ik super trots op. Charles Groenhuizen, ja, die is er eigenlijk elke keer bij ons bij. Dat is een Amerika-expert die echt Amerika ontleedt voor de luisteraars. Nou ja, weet je, en Selma Duivenstein is ook, gaat ook komen. Dus genoeg reden om een abonnement te nemen op Beursgenoten. Ik hou in ieder geval voor mij een plekje vrij. Ik hou voor jou een ereplekje vrij. De eerste rij. Zeker vooraan, okay. Helemaal vooraan. Goed. En de mensen willen ook met jou op de foto, dat weet je, hè? Ja, ja. En met jou niet dan? Nou, maar minder, denk ik. Ik denk dat jij populairder bent. Een brunch, gemeen. Oké. Okay.